Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Hannes Annaf, ik ben 34 jaar en ik woon samen met mijn vrouw, mijn zoontje van 3 jaar en mijn dochtertje van bijna 6 maanden in het mooie Turnhout. Ik ben in Turnhout ook lokaal politiek actief, nu al 13 jaar. Eerst 6 jaar als gemeenteraad zit en nu ja, bijna 7 jaar als schepen, onder andere van sport en van jeugd. Ik zet nu mijn eerste stappen in de nationale politiek, ik sta op de tweede plaats voor SPA in de provincie Antwerpen. En ik wil gaan voor zekerheid voor iedereen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk al van kleins af aan heel erg geïnteresseerd geweest in politiek. En ik heb ook het maatschappelijk engagement wel met de paplevel meegekregen. Mijn ouders waren helemaal niet politiek actief, maar... We waren wel heel erg ja, bezig met de gehandicaptensector. Mijn ouders hebben verschillende dagcentra voor gehandicapten opgericht in de regio. Dus dat zit er eigenlijk al van heel kleins in. Ik ben er echt in groot geworden. Ik ben dan ook toen ik 18 was Pol en Sok gaan studeren en daarna een jaar de keuze gemaakt voor politieke wetenschappen. Omdat ik toen met mijn, met mijn enthousiasme het idee had van als je sociologie gaat studeren, dan kan je veel leren over de maatschappij. Als je politieke wetenschappen gaat studeren, kunnen de wereld echt veranderen. Dat was toen de bedoeling, dat was mijn ideaal. En ik ben dan in het derde jaar in Leuven, had ik een vak politieke partijen. was een oudere prof, professor De Wachter. En die, die vroeg eigenlijk op een bepaald moment van, zeg jullie als jonge, geëngageerde mensen, ik neem aan dat jullie allemaal ook al wel politiek actief zijn. En ik was er al lang over aan het nadenken. En ik ben toen eigenlijk naar mijn kot gewandeld of gefietst. En ik heb mij lid gemaakt op de website van, van SPA. En uh, toen helemaal nog niet met het idee om echt in de politiek te stappen, maar gewoon om mij te engageren. En ik kreeg nog een dag later een mailtje aan van iemand van SPA Turnout. Uh, en ik, eigenlijk kende ik helemaal niemand van die lokale afdeling. Uh, en achteraf bleek dat men toen uh, juist bezig was met de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Want ik had mijn eind maart 2006 denk ik lid gemaakt, dus ze waren daar volop mee bezig. Uh, ja, een jonge gast van 21 die zich ineens komt aandienen is dan natuurlijk een geschenk uit de hemel. Hè. Uh, ze hebben mij dan gevraagd om op de lijst te gaan staan uh, op een totaal onverkiesbare plaats, echt in het midden erin. Um, maar ik heb dan een heel enthousiast campagne gevoerd en totaal onverwacht uh, ben ik toen meteen verkozen geraakt uh, in de gemeenteraad. Het uh, was fantastisch natuurlijk. Uh, ik was 21 jaar en ik zat in de gemeenteraad van Turnhout. Um, en dan zes jaar later, in 2012, ben ik uh, schepen geworden uh, in Turnhout. En in 2018 uh, heb ik dan de lijst getrokken uh, en met een goed resultaat, want we zijn vooruit gegaan. En uh, we zitten opnieuw uh, mee aan het bestuur uh, in Turnhout. Uh, ik heb dat heel graag gedaan. Ik ben nu 13 jaar lokaal politiek actief um, en heel veel dingen verwezenlijkt. Uh, een uh, nieuwe fuifzaal, het zwembad dat terug open gedaan is, uh, heel hard om kinderopvang gewerkt ook. We hebben ook het label Kindvriendelijke Stad gekregen in 2014, als eerste stad in Vlaanderen. Daar was ik als schepen van jeugd eigenlijk wel heel erg trots op. Maar er zijn ook heel, meer en meer frustraties gekomen. We hebben in Turnhout bijvoorbeeld heel erg ingezet op kinderarmoede. En toch zien we die cijfers jaar na jaar stijgen. We zitten nu ondertussen aan 27 procent, dat is meer dan één kind op vier dat geboren wordt in, een, in, in kansarmoede. En, Eigenlijk, en we doen daar heel veel aan. We hebben extra brugfiguren aangesteld. Ze zitten met heel wat armoedeorganisaties samen. En toch zien we die cijfers stijgen. En dat komt eigenlijk omdat de grote handvaten om echt iets aan die armoede te doen, die zitten helemaal niet op lokaal niveau. Die zitten op Vlaams niveau, op federaal niveau. En ik was heel erg teleurgesteld ook in, de, in deze Vlaamse regering. Die dan had aangekondigd dat ze de, kin, de, de kansarmoede of de kinderarmoede gingen halveren. En ze hebben echt een bazooka in de hand gekregen om er echt iets aan te doen. Hè, met die kinderbijslag die naar het Vlaams niveau gekomen is. En ze hebben de keuze gemaakt om mijn waterpistooltje op die kinderarmoede te schieten. Dus dat is een van de redenen waarom ik echt ja, naar dat Vlaams niveau wil komen. Hetzelfde ook met de jeugdzorg, daar zijn we ook heel sterk mee bezig. Gehandicapten, die wachtlijsten die worden alleen maar groter. Ik heb in de week nog gesproken met een, een, een moeder met een, een kind met een handicap. die al zes jaar wachtte op, op het budget waar ze eigenlijk echt recht op hebben. Die mevrouw is moeten stoppen met werken. Die haar pensioen gaat ook minder worden. Dat, zijn, dat is eigenlijk een, een schande hè. in een welzwaardstaat die we toch zijn en in Vlaanderen toch is. Um, dus dat zijn, dat zijn mijn beweegredenen om echt mee in die politieke strijd te stappen. Ik had ook aan de zijkant kunnen blijven staan en comfortabel schepen kunnen blijven in turnhout, maar ik had echt zoiets van, nee, allee, het, is, uh, het is leuker om aan de zijkant te blijven staan, maar ik wil echt mee mijn botten aantrekken en uh, in Vlaanderen proberen om daar echt iets mee aan te veranderen, om opnieuw te zorgen voor zekerheid. Uh, zekerheid op een goed leven, zekerheid op de juiste zorg op het moment dat je die nodig hebt en uh, zekerheid voor, uh, ja, Welvaart voor iedereen en niet enkel voor de, voor de happy few. Dat is de reden waarom ik mij in deze strijd gegooid heb. Welke quote heeft u gekozen? Wel, ik heb vorige week een opiniestuk geschreven um, met als titel Romantiek in Vlaanderen. Eerst zoeken naar een plekje in de crèche en dan pas stoppen met de pil. Um, en allee, ik heb het met, met een kwingslag gezegd, maar um, ik heb vorige week toevallig nog met uh, um, de baas van, van mijn eigen crèche waar mijn kindje gaat, gesproken. En daar is de wachtlijst momenteel meer dan een jaar. Dus dat wil effectief zeggen dat als je op bepaalde plekken in Vlaanderen eh, voorschoolse kinderopvang wil hebben, dat je dus eerst een plek moet gaan zoeken en dan pas aan kinderen kunt beginnen. Dat is natuurlijk een compleet absurde situatie. En ook in, in het Vlaanderen van vandaag, hè, er wordt van jonge gezinnen vaker, steeds vaker verwacht om met twee te gaan werken, hè, omdat je anders gewoon een huis niet kan afbetalen en niet op een fatsoenlijke manier eh, kan rondkomen. Dus je hebt die kinderopvang echt nodig. Um, en dat klinkt misschien ambitieus, maar in ons 1-2-3-plan rond kinderopvang pleiten wij heel erg voor een, voor een veel grotere investering in die voorschoolse kinderopvang. En eigenlijk willen we dat elk kind een plek krijgt daarin. Dat klinkt ambitieus, maar langs de andere kant, als je dan kijkt, eigenlijk vindt iedereen het normaal dat een kind tussen 2,5 en 18 een plekje heeft op school. Ik denk dat er niemand is die dat in vraag stelt. Dus daar slagen we in als maatschappij om dat te doen. En we zouden het ook heel raar vinden als we ons kind ochtends een envelop moeten meegeven met 20 of 25 euro per dag. Nochtans is dat hetzelfde bij de voorschoolse kinderopvang. Daar slagen we er blijkbaar niet in. Dus wij vinden dat dat absoluut wel zou moeten kunnen. En dat je elk kind van drie maanden tot 2,5 jaar ook een plek moet kunnen garanderen, een betaalbare plek moet kunnen garanderen in de voorschoolse kinderopvang. Vooral ook omdat, ook in de strijd tegen de generatiearmoede, dat ook een hele belangrijke is. Want er zijn studies die uitwijzen dat een kind... Een kansarm gezin dat wel naar de voorschoolse opvang geweest is. 1100 woorden kent als het naar de kleuterschool gaat. En een kind dat niet geweest is, kent er maar 400. Dus dat is een gigantisch verschil. En dat is dikwijls een achterstand die al op ja, heel jonge leeftijd wordt opgelopen en waar het moeilijk is om die nog te kunnen inhalen. In ons plan zit het ook dat we na zes maanden elk kind één dag gratis naar de kinderopvang willen sturen. Vanaf één jaar twee dagen en vanaf twee jaar drie dagen. Vooral ook om ze vooral in de kleuterschool te krijgen, achteraf, hè. om dat als opstap te gebruiken naar die kleuterschool. Want we hebben in Vlaanderen een kleuterparticipatie van 95%. En dan zou je zeggen, als ik dat vroeger op school had, 95%, ja, dat heb ik nooit gehaald, dat, was, dat is fantastisch. Maar die 5%, dat zijn natuurlijk juist de kinderen die je absoluut op de schoolbank wilt hebben. Want dat zijn die kinderen uit kwetsbare gezinnen. Die in een achterstand oplopen in die kleuterschool, die ze van hun leven niet meer goed maken en die de generatie armoede op die manier in stand houden. Dus ik denk dat dat een ambitieus plan is, maar daar gaan we absoluut voor. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, um, laat mij me starten met een lans te breken voor heel veel van mijn uh, collega's. Ik, uh, um, er zijn ongelooflijk veel politici die op een ongelooflijk integere manier aan politiek willen doen. Die zich van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat uh, en in het weekend uh, eigenlijk heel hard inzetten voor de goede zaak. En nogthans, als politicus krijg je krijgt heel vaak een hoop bagger over je heen. Je wordt uitgescholden als, als porsche portiespakker enzovoort. Terwijl heel veel mensen echt op een goede manier aan politiek willen doen. Als ik er één iemand mag uitkiezen, dan kies ik voor de Bernie Sanders van Vlaanderen, Dirk van der Malen. Ik ken Dirk al van 2006. Ik zat toen in mijn laatste jaar Politieke Wetenschappen. En ik heb mijn thesis gemaakt in Kinshasa, net in de periode dat uh, Kabila en Bemba presidentsverkiezingen uh, hielden, of dat er presidentsverkiezingen tussen Kabila en Bemba doorgingen. Uh, en om mij voor te bereiden op die reis, ik wist dat Dirk een heel groot netwerk had uh, in, uh, in het buitenland, uh, ben ik bij Dirk op bezoek geweest in het parlement, in het federaal parlement. Um, en hij heeft mij toen echt op weg gezet en contacten uh, aangeleverd uh, met de universiteit in Kinshasa enzovoorts. Ik heb er ongelooflijk veel aan gehad. Um, en achteraf heeft hij mij ook uitgenodigd om um, mijn bevindingen van mijn onderzoek met hem te komen delen. En om eens een hele dag met hem mee in het parlement uh, te kunnen volgen. Uh, en natuurlijk ja, als, als student, dat was fantastisch. Um, en ik heb er heel veel aan gehad en ik ben Dirk daar nog altijd dankbaar voor. Ook. Ik had toen nooit kunnen verwachten dat ik misschien ooit zelf de kans zou krijgen om naar het parlement te gaan. Maar ik kies vooral Dirk omdat ik Dirk ken als iemand die uh, integer is, die zijn dossiers tot in de puntjes kent en netwerk uitbouwt, uh, heel bevlogen is um, en die nu ook de kans geeft aan jonge mensen uh, om uh, een stap te zetten uh, in de politiek. En dat siert hem, er zijn er die aan hun postje vastgrijpen. Uh, ik vind het ergens jammer dat Dirk uh, verdwijnt uit de nationale politiek, want zo zouden er veel meer moeten zijn. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, ik ben in de tijd in de politiek gestapt om te werken tegen armoede en uitsluiting. We zitten in een welvaartsstaat waar heel veel rijkdom is en die is toch altijd niet op de juiste manier verdeeld. Daarnaast ben ik natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in alles waar ik lokaal affectie mee heb. Ik ben nu schepen van jeugd, sport, kinderopvang. Uh, communicatie, preventie, uh, buurten en wijken, een bibliotheek. Uh, de vorige legislatuur had ik ook uh, milieu, energie en duurzaamheid onder mijn hoede. Uh, we hebben in turnout een aantal echt baanbrekende dingen gedaan. We hebben een, uh, echt een, een eerste warmtenet in de Kempen aangelegd. We hebben ook een verplichting opgelegd voor uh, burgerparticipatie in uh, duurzame energieprojecten. En dat heeft echt gezorgd voor uh, ja, meer draagvlak uh, voor die klimaatmaatregelen uh, en doelstellingen uh, bij ons in de regio. Dus daar ben ik uh, eigenlijk best, best wel trots op. Um, en daarnaast uh, heb ik ook uh, negen jaar voor de Vlaamse overheid gewerkt. Eerst bij het Departement Bestuurszaken, daarna bij het Agentschap binnenlands als Bestuur. Daar ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met um, ja, wat grotere projecten die um, zowel transversaal zijn als uh, interbestuurlijk. Uh, dus dat zijn projecten die uh, ja, binnen de Vlaamse overheid over verschillende sectoren heen uh, liepen, maar die tegelijkertijd ook ja, affectie hadden op de provincie en vooral op de lokale besturen. Ik denk aan het planlasten, decreet. Eh, ook de, de taakstelling van de provincies, eh, de fusies. Eh, dat is ook een project dat bij ons in de afdeling zat. Dus dat zijn dingen waar ik ook wel ja, veel affiniteit mee heb, omdat ik er eh, echt professioneel mee bezig ben geweest. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat de algemene perceptie over de politiek momenteel echt niet goed is. En op zich is dat ook niet zo verwonderlijk. Als je bijvoorbeeld naar een debat in het federaal parlement kijkt, dan zie je dat er eigenlijk vooral onderhaast geroepen wordt en dat er heel weinig constructief aan politiek gebeurt. En dan probeer je tegen, mensen, tegen jonge mensen te vertellen van ja, politiek gaat over veel meer dan dat. Dat gaat over compromissen zoeken, dat gaat over samen discussiëren en proberen tot iets te komen. Um, ja, en dan, als ze dan de televisie opzetten en naar terzake kijken of naar zo'n debat in, in het federaal parlement kijken, ja, goed, dan, dan is heel dat vertrouwen in die politiek weer weg. Um, ik denk dat we echt als politici naar onszelf moeten kijken en in de spiegel moeten gaan staan. Uh, maar dat we tegelijkertijd ook... Hè, uh, want het is een vergrootstuk verantwoordelijkheid bij de politici zelf, maar ik denk dat ook de media daar een rol in spelen. Zolang het blijkbaar belangrijk is om in een paar seconden een goede quote te geven, dan gaan mensen spreken in one-liners. En dan is er weinig constructieve dialoog. En dat zit je natuurlijk ook met social media, waar het het nog moeilijker maakte. In de tijd van Jean-Luc Dehane bijvoorbeeld, daar werd er nachtenlang onderhandeld. En dan kwamen ze buiten met een groot akkoord. En dat was dan het nieuws dat de pers ook voor de eerste keer kreeg terwijl in deze tijden met, met Twitter, hé, alles ligt al op de steren, nog voor eh, het afgeklopt is bij wijze van spreken. Dus ik denk dat we echt naar een, naar een switch moeten gaan, dat we terug moeten gaan naar een politiek waar, ja, waar, waar meer vertrouwen is in elkaar en waar dat we minder proberen om te scoren op elkaars kap. En ik denk als, als politiek en media samen daaraan werken, eh, dan hoop ik echt dat we, daar, dat we terug in die richting kunnen gaan. Welk voorwerp heeft u meegebracht? het was een beetje gek bij de toegangscontrole, maar ik heb een basketbal meegenomen. Voor mij toch wel een, een zekere betekenis. Ik ben van kleins af aan een Eerst in competitie, nu helaas iets minder. We hebben veel avondvergaderingen als politicus, dus ik, ik raak er nog maar heel weinig, jammer genoeg. Maar het heeft ook wel een grotere betekenis. Ik ben toen ik 25 was ongeveer denk ik, ben ik voorzitter geworden van de lokale basketclub in Turnhout. Er waren er toen twee. Ik had eerst twaalf jaar bij de ene club gespeeld en ben dan overgestapt naar de andere. En eigenlijk na een paar jaar daar dus in het bestuur gegaan en voorzitter geworden. En dat heeft ook een proces in gang gebracht waar we dichter bij elkaar zijn gekomen als clubs. Op zich was er geen vijandschap of zo, maar het ligt altijd heel erg gevoelig, twee clubs in één stad. En We zijn eigenlijk met elkaar in gesprek gegaan, omdat we merkte dat we, de beide clubs werkten eigenlijk wel goed, uh, maar het was altijd moeilijk om uh, vrijwilligers te vinden. Dat is overal hetzelfde. Uh, plus, er waren soms kinderen die niet konden basketten, omdat ze net niet genoeg hadden om één ploegje te maken. Uh, dus we zijn met elkaar gaan samenwerken en gezegd van kijk, we willen eerst die jeugd samen laten werken. Uiteindelijk zijn we tot een fusie gekomen uh, van de twee clubs. Uh, en met het belangrijkste Doel voor ogen om elk kind te kunnen laten basketten. Dus door die twee clubs samen te laten gaan, hebben we echt een tweesporenbeleid kunnen uitwerken, waarbij niet alleen de kinderen die toevallig talent hadden om basket te spelen maar gewoon eigenlijk iedereen die graag basket speelde uh, aan bod kwam. Uh, dat vind ik wel heel mooi, uh, en dat vind ik ook erg belangrijk um, in, in de sportsector in het algemeen, hè, dat iedereen die kans krijgt om te sporten. Um, daarnaast hoop ik ook dat mijn, mijn twee kinderen, dat die ook uh, ooit ofwel een ploegsport gaan doen ofwel in de jeugdbeweging gaan, omdat je daar toch echt wel een aantal dingen leert die je op school of thuis niet kan leren. Hè. Je leert ja, team spirit. Je leert om samen te werken, om een doel te bereiken, samen te winnen, maar ook samen te verliezen. Ook heel erg belangrijk. Uh, en je neemt ook verantwoordelijkheid te nemen. Uh, voor je ploeg uh, en voor je ja, teamgenoten. Uh, dus daarmee uh, dat ik die basketbal uh, gekozen heb. Um, en ik hoop ook trouwens, uh, in de politiek, ik was zelf altijd een uh, speler die, denk ik, uh, heel erg voor het team ging. Um, ik scoorde zelf ook graag, uh, maar ik geef ook graag passen. Um, en ik was ook iemand die... Ook bij de tegenstander altijd geapprecieerd was. Omdat ik altijd veel respect had, ook voor de scheidsrechters en ook voor de tegenpartij. En ik hoop dat ik ook in de politiek, eh, dat, ik, dat het ook op die manier zou kunnen gaan, um, op een correcte manier eh, met de tegenpartij, zeg maar, dat is dan eigenlijk een slecht woord, uh, maar met de collega's van andere partijen. En dat we samen tot uh, goede dingen kunnen, kunnen komen in het Vlaams parlement.